Ja. Vrienden, er wordt veel gehakt gegeten. Ja, dat heb ik gelezen in deze dagen. En daarom hoogste tijd voor de Hollandse gehaktbal. Ja, en in dit geval wordt het Harry's balletje. Ik ben nu bezig, dit is knoflook, hè? En de ui, die heb ik al klaar. Ja, ik weet het, er zijn natuurlijk heel veel verschillende recepten van de gehaktbal. Ja, dat weet ik, ja. Maar goed, dit is Harry's gehaktbal. Allereerst het gehakt. Dat gaat hierin. Kijk. Ja, even de gehakt een beetje losmaken alvast. Dan moet het natuurlijk wel topgehakt zijn, hè? Ja. Runder gehakt. Ja, zeker. En geen half of half. Het echte werk, hè? Hup. Uitje gaat erbij. Uitje erbij. Knoflook erbij. Klein beetje peper. Ja, hoort er altijd bij. Schrijven we mee? Ik zou het doen. Schrijf het gewoon even op. Dit is een klein geheimpje van Harry's bal. Ja, let op. Beetje magie. Beetje magie ding. Hier zo. Poep, poep, poep. Oh, dat is lekker zeg voor het gehakt. Oeh, dat vinden ze lekker. En natuurlijk eitje. Hoort er ook in. Hop, eitje erbij. Zo. Dan gooi je er nog even een likje sambal in. Hier, kijk. Hoppakee. Sambal erbij. Zo. En. Nu komt ie. Want hier heb ik in mijn hand het geheim van Harry's bal. Ik ben bij alle supermarkten, jongens, in Nederland geweest. Bij Albert Heijn en bij de Jumbo en bij de Plus. En alle gehaktmixen heb ik geprobeerd. Maar de allerbeste gehaktmix in Nederland, Dirk van den Broek. Ja, je gelooft het niet, hè? Je denkt bij jezelf, ja, je neemt me in de maling. Nee, nee, de gehaktmix van Dirk van den Broek. Ja, dat is hem. Dat is het geheim van mijn bal. Hier, die gooi ik er nu bij. Dan komt die. En dan is het natuurlijk nog even een balletje draaien. Tuurlijk, ja, even een mooi balletje ervan draaien. Ja, dan gaan natuurlijk mensen zeggen, ja, maar er zit bij mij geen directeur van de Broek in de buurt. En luister eens, dan bestel je maar online of zo. Kan mij dat schelen? Ja, jullie denken nou natuurlijk van, ja, maar hij krijgt geld van Dirk van den Broek. Nee, Dirk van den Broek strekt zich ook de beroerte hiervan. Die denkt ineens, oh, sinds wanneer hebben wij zulke goede gehaktmix? En die hebben ze, ja. Dus, jongens, balletje erbij. En dan gaan we braden. Kijk, boter in de pan. Ja, kwart van een pakje roomboter of zo. En dan lekker een beetje bruin laten worden. Kijk, het begint al bruin te worden. En dan gaan die balletjes erbij. Hier, hoppakee. Balletje erin. Hoor je hem? Ja. Oh, dit is een feest, jongens. Dit is zo lekker. Harry's bal. Oh, kijk. Hup. Dit laat je dus aan beide kanten even dichtschroeien. En dan hup, gaat er straks het deksel op. En dan 20 minuten laten gaan. Zachtjes, hè? Laag pitje. Kijk, hier hebben we heerlijk gezeurd. Ja. En hup. Daar gaat hij. Nou jongens. Ik ga een hapje nemen. En ik zou zeggen tegen jullie. Ga maken. Harry's bal. En je wordt dolgelukkig.